De overman presenteert de preek van dominee Wavelaar. Wanneer droogstoppel leest dat Stern niet over koffie praat, haalt hij de preek van dominee Wavelaar aan die hij gehoord heeft in de kerk. Dominee Wavelaar wil dat de Javanen bekeerd worden tot het christendom. Volgens de dominee hebben de Javanen een vals geloof en zijn er zelfs Javanen die helemaal niets geloven. Dit is volgens droogstoppel een regelrechte ramp. Maar gelukkig heeft dominee Wawelaar de oplossing. Hij zegt dat Nederland de Javaan kan redden door hem het geloof in Christus te geven. Hiervoor is er een simpel stappenplan opgezet. 1. Geef geld aan de zendelingsvereniging. 2. Ondersteun Bijbelclubs en laat Bijbels uitdelen op Java. 3. Bevorder het doen van militaire oefeningen in Harderwijk. 4. Schrijf preken die soldaten en matrozen kunnen voorlezen aan de javaan 5. Richt een vereniging van belangrijke mensen op die het volgende doet. A. Alleen verstandige en goedgelovige mensen aan de macht op Java. B. De javaan naar soldaten en matrozen sturen om zich te laten opvoeden. C. Het verbieden om in kroegen bijbelteksten te verkopen. D. Bij het verkopen van drugs moeten bijbelteksten verkocht worden. E. De javaan moet door hard werken christen worden. En 6. Geef geld aan de zendingsvereniging. Ja, dit is inderdaad dubbel. Niet iedereen is blij. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in christelijke ideeën, javanen en Europees paternalisme.